Hallo iedereen, welkom in de Cat Kitchen. Vandaag gaan we macaroni maken, ofwel macaroni en spaghetti met Fanny. En dit is de kruiden, dat hebben we allemaal nog meer. We hebben macaroni groenten. Grote bak champignonnetjes. Grote bak gehakt. Dus ik neem er nu mee, tot zo. Vandaag gaan we macaroni maken, ofwel macaroni en spaghetti met Fanny. En dit is de kruiden, dat hebben we allemaal nog meer. We hebben macaroni groenten. Grote bak champignonnetjes. Grote bak gehakt. Dus ik neem er nu mee, tot zo. Wil je hier het gehakt? Die ga ik als eerste in doen natuurlijk. Ik doe geen boter bij het gehakt. Eigenlijk bewust niet. En waarom niet? Omdat het gehakt is al vet genoeg. Onze eigen. Ik doe mijn kruiden, mijn paprika poeder, doe ik er doorheen. Een beetje peper. Beetje peper. Natuurlijk, een klein beetje currypoeder zit niet veel meer in, dus we moeten het maar nog nieuw halen. Even een beetje zout. Dan
zit er een beetje ketchup. De tomaten. Ik had hier de andere dingetjes in. De pasta en zo. Een beetje andere kruiden en overheen. Hier heb ik de macaroni gemeten, dat gaat er ook in. En dan terugzetten in de kast, die heb ik niet meer nodig. Of rol je kunt er doorheen. Doosje weggooien. Dan ga ik nu de champignonnetjes snijden. Ik
jullie even wat neerzetten zodat jullie het kunnen zien. Dat is ook jammer. Zo, dank je. Nooit zelf nadat te schelp mes. Die gaan we bewaren. De volgende gerecht met champignon. Zien we hier. Moet ik jullie weer hier opzetten. Zoals jullie kunnen zien, de champignon zit erin. De macaroni kruiden, dat is heel mooi.
het water erbij gooien. Wat wil je in de pan gooien? Kom maar, ketchup er doorheen. Zo. En nu gaat de pasta op het vuur. Nu gaat de pasta op het vuur en die zit nu in de pan. En ik laat jullie duidelijk zien als het geworden is hoe het eruit ziet. Tot zo meteen. En het is klaar. Zo ziet het eruit op mijn bord. Ik ben benieuwd of het lekker is. Ik heb het nog nooit op deze manier gemaakt. Maar ik ben heel benieuwd. Nou, vonden jullie het nou een leuke video? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.